Welkom bij een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel. In deze aflevering gaan we het hebben over de profronde van Tiel met Erik de Jong en Gert Jacobs. Welkom heren. Nou, de profronde van Tiel is bij iedereen inmiddels bekend. Is het hele programma al rond? Ja, we hebben het hele programma helemaal rond. En ik denk dat het weer heel spectaculair wordt. We hebben de sportklasse amateurs. We hebben het internationaal dameskriterium met rensters uit Zweden, Amerika, Tsjechië. De top vanuit Nederland is aanwezig. Daarnaast hebben we twee prominente races. Waar Gert zo meteen misschien wel wat leuks over kan vertellen. Ook een hele mooie primeur. En daarna als afsluiting de profs. Jullie hebben al een persconferentie ook gegeven daarover. En jij zei al, je hebt profs gecontracteerd, klopt dat? Nee, de profs niet, maar oud-profs. Dus oud-profs, die rijden ook met de prominente. We hebben twee prominente races. Eén is met bekende Tielenaren. En de tweede race, prominente race, dat wordt geïnitieerd door Café De Merkt. En we hebben een aantal oud-profs, daar ben ik wel trots op. Mannen waar ik vroeger zelf mee heb gereden, Bart Voskamp. De man die toeretappes heeft gewonnen, Maarten de Bakker. De man die tweede werd in de Amstel Cold Race en Luik Bastenaken. Luik, aantal keren ook kampioen van Nederland. Gerrit Zolleveld, sterke beer, ook toeretappes gewonnen. Dus we hebben vele verdetten. En we hebben zelfs een deelnemersveld met internationale allure. Bijvoorbeeld? Ja, dat heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Het heeft even geduurd. Het was lang duwen en trekken voordat hij over de streep was. Maar ik zeg, Johan, vroeger kon je super rap sprinten. Dus dat moet je ook maar in Tiel doen. Dus dat is onze Belg. De man die twee keer wereldkampioen is geweest. Ronde van Vlaanderen heeft gewonnen. Parijs-Roubaix. De Leeuw van Vlaanderen is hier in Tiel aanwezig. Johan Museeuw. Wauw, en heb jij daar samen mee gefietst, maar dat is eigenlijk niet het goede woord, geloof ik. Johan en ik hebben samen gefietst, wel eens een goede woord hoor. En, toen ik met Johan rondfietste, dat was een beetje aan het einde van mijn carrière en het begin van zijn carrière. Dus al zijn grote hoogtepunten heb ik niet meegemaakt dat ik daar zelf mee op de fiets zat. Ja. Maar ja, uiteraard wel gezien natuurlijk voor de televisie. Ja. En helpt het nou om mensen makkelijk te benaderen omdat je ook zelf uit het wereldje komt? Nou, weet je wat is? Wij hebben heel veel van dit soort wedstrijdjes. Van wedstrijdjes met de oud-profs. Mm-hmm. En ik weet ook dat ze hier in Tiel heel graag komen. Wat is hier fantastisch goed georganiseerd. Super voor elkaar. Alles strak geregeld. Dus de oud-profs komen hier ook graag. En nou ja, als je met die mannen hebt gekoerd, dan wordt het je ook wel gegund, zeg maar. Ja. Maar het helpt wel mee als als ik roep van het is weer in Tiel, dan is het gelijk ja, want er is daar in Tiel, staat er voor elkaar. Dus wij komen. Ja, geweldig. Ja. Dan zijn jullie blij ook dat er zo iemand in de organisatie zit. Kijk, Gert die opent voor onze deuren die anders een beetje gesloten blijven. Maar wat Gert ook zegt is van dat Tiel een hele goede naam heeft, dat helpt natuurlijk ook. En we zijn ook voor het profcriterium bezig met een hele grote renner die een uitstekend resultaat in de Giro heeft gereden. Nou, laat me raden. Tijdens de Giro hebben we al met zijn managementbureau contact opgenomen. En met hulp van onze hoofdsponsor EB Personeelsdiensten zijn we nu bezig om Tom Dumoulin naar Tiel te halen. Geweldig. Ja. Verwacht je dan ook meer publiek? Ja, natuurlijk. Want Tom is natuurlijk voor de wielrenners zelf is het al een topper waar mensen op afkomen. Maar vergeet ook niet, de dames die zijn helemaal gek van Tom. Hè? Het is echt een vrouwenidool. Ja. Dus we denken dat het toch wel behoorlijk wat meer extra publiek geeft. Ja. 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 En is iedereen welkom om aan te schuiven? Of moet je ook wel een bepaalde status hebben als wielrenner? Nou ja, wij kijken wel naar een goede mix. Dus wij kijken naar de top. We kijken naar een stukje onderlaag natuurlijk. En we kijken natuurlijk ook, wij willen ook renners die pas beginnen, willen we ook een kans geven. Mm-hmm. Dus we kijken ook naar profrenners die bijvoorbeeld bij de wat kleinere ploegen rijden. Maar die willen we gewoon ook ervaring op laten doen. Ja. En je merkt bijvoorbeeld bij de dames, bij het internationale dameskriterium, dat de hele ploegen uit Amerika, Canada, Zweden naar ons toe komen omdat ze het een heel mooi rondje vinden. Ja, en gewoon lekker kunnen koersen. Ja. Zijn er bij de dames nog bekende namen? Nou, we zijn bezig met de Olympisch kampioenen om die naar ons toe te halen. En ook dat ligt nog steeds bij het managementbureau. En wij merken gewoon dat ze 3-4 weken
voor de Tour de France of net na de Tour de France, hè, tenminste in die periode dat de etappes gereden worden, dat ze dan pas een beslissing nemen. Helaas hebben we ook te maken met de concurrentie. We hebben Londen voor de dames, hè, waar een heel groot internationaal criterium is. En wij hebben ook te maken met de Belgische plaatsje Ninove. Ja, daar wordt over heel andere budgetten gesproken, maar dat is wel ook een concurrent voor ons. Maar onze organisatie is perfect, dat staat als een huis, ja. En het mooie rondje. En dat houdt toch veel profs over om naar ons toe te komen. Eén renner mogen we alvast wel verklappen. Hè. Dat is eentje die hetzelfde dialect praat als jou een beetje, die altijd te laat is. Hè, begint zijn voornaam is Bram. Ja, en die rijdt wel goed hoor. Ik ben niet thuis in het wielrennen. Ja, doe me alleen kunnen natuurlijk, Bram Tankink. Ja, hij kan niet alleen heel mooi praten, maar kan ook nog vreselijk hard fietsen. Ja, en je hebt natuurlijk in Tiel nog een hele mooie ploeg, hè? Ja, weet je wel, absoluut. Metec. Ja. En dat is een ploeg die, een opleidingsploeg. Maar die mannen, die scoren te kusten en te keuren. Alle weekenden in grote wedstrijden winnen deze jongens. Plaatselijke Tielenaar Oscar Riesebeek reed altijd bij Metec, rijdt nu voor Team Roompot. Zou ook mooi zijn als dat soort mannen, ja, dat we die hier aan de start krijgen. Dat ligt natuurlijk ook een beetje aan het programma, hè, van die jongens. Je wilde wel graag over beschikken, maar dat lukt niet altijd. Nee, dat begrijp ik ook. Verder nog leuke, spannende, interessante nieuws. Wat we eigenlijk een beetje vergeten is dat we 22 juli natuurlijk een hele mooie toertocht organiseren. Hier door het hele Betuwse land heen. Okay. En verleden jaar hadden we een absoluut record bereikt met 1100 deelnemers. En als onze prognoses goed zijn en het weer wil een beetje meespelen, denken we dat we dit jaar rond de 1400 deelnemers zullen gaan. En dat is ook heel veel organisatie, want de mensen moeten heel veel routes uitzetten. Ja, en dat hebben we 22 juli en dat is nu landelijk toch een van de grootste toertochten van Nederland eigenlijk kan dat worden. Maar dat is een week dus? Dat is een week voor de profronde, ja. En dan hebben we nog een andere activiteit. We hebben 13 juli hebben een spinningavond. Dat is als promotie voor de profronde en de toertocht, mm-hmm. Zeg maar. Dat doen we bij Body Dynamics. Dat doen we bij Fitness Club Tiel, hier beneden bij Van der Valk. En dat doen we bij Sportplaza. En dan wordt er spinningles gegeven door de knapste sportvrouw van Nederland. En dat is Puk Mone, ook een wielrenster bij de Lotteploeg. En die hebben we bereid gevonden om een spinningles te geven. Ja, Gert zit me aan te stoten, die wil graag mee. Ja, dat dacht ik al. Ik denk, hé, dat is nieuwe informatie. Ja, dat doe ik wel mee. Ja, dat dacht ik al, ja. Mensen moeten daarvoor inschrijven? Ja, de leden krijgen wel eerst voorrang binnen de clubs. En als er plaats overblijft, kan iedereen daar inschrijven. Gewoon lekker een uurtje spinnen. En ze vertelt dan ook wat over haar carrière. En wat ze allemaal moet doen om een sportvrouw te zijn. En wat ze er allemaal van moet laten en dat soort dingen. Dus mensen worden echt wel geïnformeerd. Als mensen meer informatie willen, hebben jullie vast een website. www.profrondetiel.nl. Dan wens ik jullie heel veel succes met alle voorbereidingen die nog getroffen moeten worden. En we gaan elkaar vast en zeker meer zien. Tiel aan tafel. Dan nu in Tiel aan tafel onze kritische vrienden Jan Wolberg en Sander Tros. En krijgen we een aanslag in Nederland of zal het allemaal wel loslopen, heren? Nou, ik hoor sirenes op de achtergrond, dus je weet het maar nooit. Kijk, dat Nederland ontkomt aan een aanslag, nou, daar geloof ik niet in. Kijk, in alle landen om ons heen gebeurt het. En wie is Nederland dat het hier niet gebeurt? Die dreiging is hier ook. Daar zullen we ons op voor moeten bereiden. Dat zie je natuurlijk aan vorige week. Guus Meeuwis was had zijn grootst met een zachte G. En er was een terrorist gespot, of in ieder geval iemand met slechte bedoelingen. Eigenlijk alleen maar iemand die stond te filmen. Ja. Waar niet van bekend was wat hij daar deed en toch wel geradicaliseerde achtergrond heeft. Ja, dus zo raar is het niet dat je daarvan opkijkt en dat je denkt van nou deze man gaan we even bekijken. Toch? Ik denk dat gevaarlijk nieuws is. Ja. En tuurlijk, wij kunnen niet zeggen dat het een aanslag was. En als het een aanslagpoging was geweest, waren de andere voorstellingen niet doorgegaan. Maar aan de andere kant, je moet het wel serieus nemen. En ik denk dat het heel erg laconiek is als wij met z'n allen zeggen, het was maar iemand die filmt. Ik denk dat het heel goed is dat ze daar ingegrepen hebben. Kijk, op een gegeven moment, als er wat gebeurt, dan kun je gewoon jezelf van alles verwijten. En nu zegt was al die moeite allemaal voor niks, weet je wel. Het was gewoon niet echt nodig, maar toch wel. Gewoon doen, gewoon alert zijn. Je merkt gewoon vandaag bij het bericht in de krant, de Nederlander wordt steeds alerter op wat er om hem heen gebeurt. En ik denk dat het goed is. Gewoon samen opletten
En gewoon niet, je niet bang laten maken, maar wel gewoon alert zijn. Maar krijg je dan niet zometeen een situatie dat er overal mensen, mogelijke terroristen, gaan staan filmen of foto's maken? Dat we dus overal bij ieder evenement dan maar weer extra politie op moeten roepen, extra alert moeten zijn? Ben je daar niet bang voor? Ik ga ervan uit dat de politie dat goed inschat. En ik denk dat we er ook vanuit moeten gaan. Ja. Als wij er ons allemaal zorgen over gaan maken, dan... wordt er heel wat. Ja, maar dan kun je niet meer in de trein, kun je niet meer in de bus. En dan wordt het gewoon het leven. Kan het niet meer leven. Dus je moet zorgen dat je zegt, van, we hebben gewoon vertrouwen in dat dit goed afgedekt is. Maar je hebt nooit de garantie dat er niks gebeurt. Kan niet. Dus 100% nooit. Laten we vooral eigenlijk leven zoals we leven. Vooral doen. Maar ook wel alert zijn op het feit dat er iets zou kunnen gebeuren. Ja, altijd. 100%. Ja. Dank jullie wel, heren. Tot zover weer een aflevering van Tiel aan tafel. Volgende week zijn we natuurlijk weer. Tot dan!